toch gespeeld door Massimo. Saïd, gespeeld door Anna. En de regisseuse Tessa Schram en de producent Dave Schram. Nou, geef ze even een groot applaus. En dit keer gaat natuurlijk de microfoon gewoon naar de regisseuse. En de cameraman. Oh, de cameraman. Oh, Tijn met de cameraman. Ja, zonder hem. Ik moet het helemaal niet zien. Welkom allemaal. Tessa, jou. Schurt, jongen. Ja, hij doet het. Deze doet het. Ja, hij doet het weer. Dat krijg je met een film. Gaat automatisch. Dan luister ik nog een paar. Ja, jullie staan ook af en toe erachter op. Dat gaat gewoon automatisch hier. Dus. Tessa. Ja. Je debuut, hè? Ja, klopt. Het is mijn eerste film. Nou, en was de goeie? Ik doe deze twee. En jij deze twee. Ja, deze vallen af. Vertel er even wat over, deze als je kan. Hoe vond je samen? Wat kort. Deze vallen af. Ja, jullie hebben het net gezien. Dus was het moeilijk om te maken, die eerste film, of viel wel mee? Ja, wel moeilijk, maar ik had gelukkig hele goede acteurs en een hele fijne cameraman en een hele fijne producent achter me staan. Dus dat is heel prettig. En dan heb je het gevoel dat je het met z'n allen doet. Wat, hoe gaat het dan? Dus het was nog moeilijk, maar ook heel erg leuk. Hoe gaat het dan? Je hebt een idee, kijk, je moet die film maken, maar... ik heb er helemaal niet zo verstand van. Ik doe het alleen maar op het doek, ik laat het zien. Voor de rest heb ik er helemaal geen kaas van gegeten. Maar je hebt een verhaal. En dan denk je van, oké, nou dan moet ik dat beeld... Bij dat verhaal moet ik de camera links zetten, daar rechts. Of verzin je dat allemaal zelf? Of heb je daar mensen voor? Nou, dat bespreek ik eigenlijk met mijn cameraman. Met Tijmen dus, die naast me staat. Dan zitten we aan de tafel. Dan hebben we scène. We weten dat we die scène gaan filmen morgen. Of over een aantal dagen. En dan gaan we gewoon bedenken hoe we dat in beeld willen brengen. En soms dan heb je voorbeelden van andere films hoe je dat wil doen. En soms dan heb je zelf een leuk idee. Tijmen heeft heel vaak hele goede ideeën erover. Dus zo een beetje. En hoe lang heeft het eigenlijk geduurd om de hele film op te nemen? De draaiperiode was geloof ik 2 maanden. 30 draaidagen hadden we voor deze film. Is dat veel of is dat weinig? Dat is een beetje gemiddeld, geloof ik. Spijt 25 en dit 30 dagen. Iets langer dan 30 dagen. Maar ja, en dan komt nog natuurlijk nog weer het proces er aan daarna om alles weer achter elkaar te zetten. In de goede volgorde en met het juiste geluid en kleur en dat soort dingen. Ja, in totaal zijn we er echt een jaar mee bezig. Een jaar? Met van scenario, dus vanaf dat je het boek gaat bewerken tot helemaal dat hij in de bioscoop draait, ben je een jaar mee bezig. Zo. Dat is vrij lang. En dus ben je nu weer werkloos, omdat het jaar afgelopen is? Of gaat dat? Hoe gaat dat dan? Ja, ik ben nu net, de première was maandag, dus ik ben nu zo, ik sta op uit mijn bed en denk, dat is raar, opeens geen film om aan te werken. Okay. Maar ja, ook wel even fijn om uit te rusten. Dus. Heb je al ideeën voor de volgende? Ik hoop natuurlijk een volgende Carrie Slee film, maar ik heb... Dat is een beetje traditie bij jullie in de familie, geloof ik, hè? Want mochten jullie het niet weten, zitten allebei schoon van achteren. Dat is geen toeval. Vader en dochter. De vader is volgens mij spijt. Ik ben jong, hè? Lekker bruin kleurtje, jong. Vandaar. Maar hier gaan we waarschijnlijk weer door met een... als kan je blijven schrijven... Ik wil heel graag een nieuwe film maken. Ik wil sowieso door met film maken. Okay. Nou, ik stel geen vraag meer. Ik denk, ik ga het publiek in. Want er zijn vast wel mensen die wat willen vragen. En... Laat eens een vinger zien. Tuurlijk, helemaal achterin. Ik ga rennen. Jammer, hè. Moment. Ja, daar zijn we dan. En voor wie had je een vraag? Vonden jullie het leuk om de film te maken en niet echt heel erg lastig? Even aan jullie geven. Anwar? Lastig? Nou, eigenlijk niet. Het was heel leuk om te doen, dus ik vond het niet lastig. Gijs, vond jij het lastig? Want je zit er ook nog op school. Is dat te combineren? Of doe je het alleen maar in de schoolvakantie gedaan? Nee, dit is onder schooltijd opgenomen. En dat was eigenlijk heel chill voor mij, want dan hoefde ik niet op school te zitten. Dus, ik weet niet. Het is natuurlijk lastig om zo'n film op te nemen, want je bent er ontzettend veel tijd mee kwijt. En allemaal een scène die in de film misschien 5 minuten duurt, daar doen wij wel 3 uur over misschien om dat op te nemen.
En soms ben je dan 's nachts om 3 uur nog niet klaar. En dat, ja, dat kun je dan als lastig definiëren, maar ik vond het eigenlijk geweldig. Night shoots vond ik een van de leukste shoots. Dus ja, hoe lastiger, hoe leuker. Denk ik. Oké. Okay. Hoe waren de zoenscènes? Aan wie vraag je dat? Voor Gijs. Voor mij. Nou, hoe was dat? Ja, ik weet niet. Ik vond het wel leuk. Ik weet niet, maar het is wel heel ongemakkelijk. Wat vond jij ervan? Shit. Ja, dat is een tegenvaller. Ze zei dat het tegenviel, dus het is niet van twee kanten. Dat is heel jammer. Maar weet je, maakt niet uit. Het moest toch gebeuren en ik heb er gewoon van genoten. En dan zei dat het leuk. Het was wel een echte zoen, dat wel. Roken jullie in het echt ook? Ja, ik rook wel eigenlijk wel in het echt. Maar ik ben ook wel van plan te gaan stoppen. Ook wel. Busted. Ja, ik hoorde dat je volgende week ging stoppen. Maandag, ja. Maandag. Ja. Oké, okay, heel goed. Volgende sigaret stopt hij weer. Ja. Dan hebben we hier nog een jonge dame. Moment. Heeft u al een vriendin? Ik of wij... Was het een vraag aan mij? Hij is voor jou, voor je geest. Nee, ik heb geen vriendin. Hij zit op Twitter, dus ik kan hem alles vragen. Ja, vraag maar raak, joh. Maakt me toch niet meer uit. Ja, je kan beter nu eerlijke antwoorden geven, anders wordt het later altijd tegen je gebruikt. Precies. Je hebt toch in Siske de Rat gespeeld? Ja, wil je een klopt. Stukje zingen? Ja. Ik had dit echt niet verwacht. Nee, je kan, het is jammer. Ja, het is geen zangmicrofoon. Nee, precies, dat is het. Ik hoor gewoon aan de kwaliteit van de microfoon dat het gewoon... Dat wordt niks, weet je. Dan klinkt het voor jullie heel anders dan dat ik hier zing. Ja, ik kon vroeger zingen, maar ik was toen 10. Ik ben nu 17 en mijn stem is iets omlaag gegaan, een klein beetje. En daardoor kan ik het niet meer, maar vroeger kon ik wel zingen. Maar lief dat je het vraagt. Heel mooi antwoord. Vonden jullie het leuk om nog in een film samen te spelen? Was wel. Nou, dat is natuurlijk wel geweldig. Kijk, Gijs en ik hebben allebei auditie gedaan voor deze film. En hij wist al eerder dat hij deze rol had gekregen dan mij. En dat heeft hij toen één dag voordat ik het zou mogen weten, heeft hij aan mij verteld dat ik die rol had. Dus natuurlijk, en toen hoopte ik natuurlijk echt wel dat ik deze rol zou krijgen. Nu geweldig, want we zijn ook echt hele goede vrienden. Ja. En dan nu ook weer beste vrienden spelen. Dus voor mij is dat wel geweldig. Ja. Heel leuk. Top tijd. Voor Gijs, hoe was het om een scène te spelen met je moeder? Met Birgit of met mijn eigen moeder? Met je eigen moeder. Met mijn eigen moeder, ja. Oh, leuk dat je dat weet. Ja, dat klopt. De directrice die zit aan het begin tijdens de auditie. Is de vrouw met het rode haar. Dat is in het echt mijn moeder. En dat was eigenlijk, volgens mij, dat was een paar dagen voordat we dat pas gingen draaien, was pas bekend dat zij dat ging doen. En toen hebben ze ook nog aan mij gevraagd, voordat ze haar gingen bellen van wil je dat doen, zijn ze eerst naar mij toegekomen van, vind je dat leuk als je moeder dat doet? Want ze waren bang dat ik dat vervelend zou vinden of zo. Maar ik vond het echt helemaal geweldig. Ik bedoel, het is toch superleuk om gewoon een keer in zo'n film, een scène met je echte moeder te hebben. Dus ja, ik vond het superleuk. Speel je in het echt ook piano? Nee, een klein beetje. Ik kon hiervoor een klein beetje akkoordjes aanslaan. Maar we hebben voor deze film ben ik op pianoles gegaan. Dus de stukken uit de film, op die improvisatie in het begin na, kon ik ook echt spelen. Daar heb ik les voor gehad. En ik speel nu nog steeds. Soms speel ik die stukken nog wel eens, omdat ik ze eigenlijk gewoon stiekem heel erg mooi vind. Vooral dat eindstuk, dat speel ik soms nog wel eens. Van, ja, voor de lol. Heb ik eigenlijk nog een vraag voor Suzanne? Je hebt ook in Quiz gespeeld, hè? Ja, klopt. Dat is een totaal andere film, een filmsoort als deze. Wat is er nou leuker, een beetje volwassen film of toch echt meer dit soort films? Ik denk dat ik dit iets leuker vind, omdat je dan ook gewoon op de set staat met leeftijdsgenoten. En dan, bij Quiz had ik eigenlijk niet echt iemand. We waren gewoon allemaal volwassenen, dus... Ja, je was allemaal stukken ouder, ja. Inderdaad. Dus dit is leuker met leeftijdsgenoten een product maken. Ja. Dan gaan we naar de volgende vraag.